En het dekje is inderdaad helemaal schoon op de plekken waar die niet zat. Exact dezelfde is. Ik vind het niet duidelijk. En ik kan zeggen, jongens, dat het mega geslaagd is. En welkom daarna om en dan zit hij. Nou, en dan zitten ze allemaal. Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb vorig jaar deel 1 van deze nieuwe serie opgenomen. Dat ik dus populaire paardenproducten ga gebruiken die veel geadverteerd worden of veel influencers ook adverteren. Die video is zo best wel vaak bekeken en ik kreeg zo vaak de vraag van wil je dit vaker gaan doen? Dat was ook in eerste instantie de bedoeling, maar je weet hoe dat gaat. Dan gaat er weer heel veel tijd overheen. En dan zijn we in één keer een jaar later met dat ik dus nieuwe producten aan jullie ga laten zien. Ik heb deze producten dus al een tijdje in gebruik. Sommige die heb ik echt in de zomer al gebruikt om te testen en sommige echt pas vorige week. Dus daarom duurde het ook allemaal wat langer om er echt één complete video van te maken. Ik heb deze keer 4 producten voor jullie. Vorige keer had ik er 5. Dat was wat moeilijk omdat ik dus feedback van jullie kreeg. Van ja, ik zou wel graag willen dat je een product wat meer laat zien. Dus ook wat meer gaat testen. Nou, als ik 5 producten best wel uitgebreid ga testen, dan wordt zo'n video natuurlijk veel te lang. Dus ik zat eerst aan 3 items te denken, zodat ik wat meer de tijd voor elk product kon nemen. Maar eigenlijk 2 items kunnen best wel makkelijk gecombineerd worden vandaag. Dus daarom zijn het 4 producten geworden. Laten we gaan beginnen met de eerste. Het volgende product zal jullie waarschijnlijk niet zo bekend voorkomen, want het is een vrij nieuw product. En dat is dit dekje. Het is de subliner van Equinotex. Als ik het allemaal goed uitspreek, staat ook hierop. Subliner Equinotex. Ik heb dit dekje niet zelf gekocht, ik heb hem wel gekregen. Ik heb namelijk vanochtend met haar een podcast opgenomen voor Hoef On. Ze had hem als cadeautje aan me meegegeven. Dus ik was heel erg benieuwd om hem te testen. Kijken of hij doet wat hij belooft. Ik ga er vanuit van wel. Maar ik zei wel van dan zou ik hem heel graag in deze serie willen bespreken. En dan ga ik wel gewoon mijn eerlijke mening vertellen. Dus ook als ik hem niet leuk vind, wil ik dat ook kunnen zeggen. En zij zei dat ze dat helemaal prima vindt. Want ze wil graag mijn eerlijke mening over weten. Want als ik er niet tevreden over ben, dan wil ze dat ook gewoon weten. En dan kan ze er nog eventueel wat aan aanpassen bijvoorbeeld. Dus ik ga straks Nacho pakken om even een beetje simpel te rijden in de bak. Want ik wil even een proefje oefenen voor aanstaande vrijdag. En dan ga ik dit dekje dus gebruiken. Het dekje ligt er nu onder. En de bedoeling is dus dat je hem niet ziet. Kijk, hij ligt er hier zo onder. Het is heel erg dun. Kijk, nu zitten de haren daarop. Dit is anti-slip, dus dan blijft als goed is de binnenkant van je dekje mooi. Dit dekje is alleen te groot. Dat zie je hier wel, hij kruipt erg op en dit zit ook niet, want dit is een sample. Maar ik moest er toch eventjes mee rijden en ik weet niet of ze heel blij zijn als die samples dan gelijk super smerig worden. Dus hij zit en nu gaan we er zo mee rijden. Wij hebben net gereden. Het is in ieder geval allemaal op zijn plek blijven liggen. Kijk, en het dekje is inderdaad helemaal schoon op de plekken waar die niet zat. Kijk hiervoor, omdat dit dekje gewoon heel erg groot is. Er komen toch een paar haartjes nog doorheen. Ik ga hem even naar achter. En hieronder, zit dan normaal gesproken het wat er nu op mijn dekje zou zitten. En kijk, je beschermt ook je dekje voor zand. Want er ligt dus gewoon nog een beetje zand op zijn rug, ondanks dat ik hem gepoetst heb. Dus deze gaan we eraf halen en dan gaan we hem even uitkloppen. Ik heb hem net eens eventjes uitgeklopt en ik heb met een magic brush geprobeerd wat haar ervan af te halen. Dat ging wel, maar bleef nog wel wat zitten. Maar ik zal even laten zien als je met zo'n rubber ding het eraf haalt. Dan krijg je op een plek waar je dat dus doet, krijg je wel echt alles eraf. Ja, de haartjes die er nu weer op zitten, dat waait allemaal weer terug erop. Maar je krijgt wel elk haartje er best wel makkelijk van af zo. Kijk, ik heb hier even een normaal dekje. Deze haren zitten er natuurlijk wel iets langer op. Maar ik zal even kijken. Ja, hier blijven ze veel meer in zitten in de normale dekjes. Dus van die subliner zijn de haren wel echt veel makkelijker af te halen in ieder geval. Ik ga er in ieder geval nog een paar keer mee rijden. En dan ga ik hem een keer in de wasmachine stoppen. Om te kijken of ook echt elk haar er vanaf gaat. Want dat zou wel moeten gebeuren.
Ik ben net terug van les. Het is nu half november. En ik heb het dekje natuurlijk meerdere keren gebruikt. Hier zo hangt hij, want ik heb hem vandaag dus ook weer gebruikt. Daar hebben Pip. Hey, hallo. Dit is het dekje waar ik hem onder heb gelegd. Ik heb dus les met Nacho van Romy gehad vandaag. Je ziet dus ook heel goed de scheidslijn met waar het haar zit en waar niet. Omdat vanaf daar dus het dekje lag. Omdat het dekje dus iets kleiner is dan een dekje. Nu is dit BR-dekje best wel aan de grote kant. Maar dit dekje heeft dus nu al dat haar op zich. Ik ga het er zoveel mogelijk proberen af te halen met zo'n rubber borstelding. En daarna ga ik hem in de wasmachine stoppen om te kijken of het dan helemaal allemaal weggaat. Laatst heb ik dit dekje dus al met deze schoongemaakt. Dit werkt fantastisch. Maar deze was van Horse. En daar, ja, ik heb hem dan gekregen. Maar volgens mij heb ik daar normaal gesproken tussen de 5 en 10 euro voor. En heel veel van jullie zeiden dat je er ook gewoon eentje bij de Action hebt. En als ik ze zo naast elkaar haal, is het volgens mij exact hetzelfde. En hier betaal je 1,20 euro voor of zo. Dus die ga ik ook gelijk even proberen of die werkt. En die had dus ook deze. Ook van de Action. Nou, betaal je denk ik ook zoiets voor. Dus ik ga denk ik gewoon één helft van het dekje met deze schoonmaken. Andere helft. Nou, blijft alles maar vallen. Met iets anders. En dan gaan we kijken wat het beste werkt. Oké, dit was dus die oude. Daar haalt er zo mee af. Oké, je moet wel gewoon echt een paar keer goed eroverheen gaan. Dan gaat het er heel netjes af. Dan gaan we het met deze proberen. Dat is volgens mij dus gewoon exact dezelfde is. Yep, werkt gewoon hetzelfde. En dan deze heb je ook nog. Auw, dit is wel weer onhandig. Hier kan je wel wat makkelijker grote slagen mee maken. Maar het haar komt er wel echt minder makkelijk van af. Gaat wel. Nou, ja. Er gaat zeker wel wat van af. Maar het gaat wel minder snel dan met die ander. Moet hier echt veel vaker overheen gaan. Maar het gaat er wel af. Oké, zoals je ziet zit er echt wel veel minder haar op dan aan deze kant. Dat kunnen we allemaal niet ontkennen. Er zit natuurlijk nog wel iets op. Ik ga hem dus nu in de wasmachine doen. Bij het tankstation. Ik ga daar niet mijn eigen wasmachine aan lagen. Om te kijken hoeveel haar er van deze kant afgaat. En hoeveel haar er van deze kant afgaat. Zonder dat ik dus deze eerst geborsteld heb. Nou, het zit in de wasmachine. Ik heb niet alleen het dekje, maar ook wat handdoeken erbij gedaan. Die ik bij de paarden gebruik. En ik heb hem op 30 graden gewassen. En het duurt nu 34 minuten. Ik dacht wel dat het maar 20 minuten duurde. Dus ik heb niks meegenomen wat ik in de auto kan doen. Dus ik ga me maar gewoon een half uur vervelen op mijn telefoon. Oké. Hij is klaar. Moment of truth. Zie, dit ziet er nice uit. Dit ziet er nice uit. Oké, even alle handdoeken aan de kant. Deze onderkant is degene die ik eerst had onthaard. En de bovenkant, wacht, ik ga dit anders doen. Hop, tegen de auto aan. Onderkant was degene die ik eerst had onthaard en bovenkant niet. Oké, nou, dit blijft best hangen zo. Deze heeft wel iets minder haartjes dan die erboven. Dus het scheelt niet heel veel hoor, maar het is iets. Dus het helpt wel om het eerst eventjes er zelf af te halen. Maar best netjes, dus er niet allemaal vanaf. Maar toch best wel heel erg veel. En hij ziet er wel weer gewoon mooi uit. En bij deze is het dus niet erg als hij kreukelt, want that's life. Hier mooie dekjes niet in de wasmachine te doen dat ze gaan kreukelen. Oh trouwens, want het is natuurlijk ook een beetje het idee dat het goed zweet en zo opneemt. Hij is bijna, dit is praktisch droog. Praktisch droog. Dit is ietsjes vochtiger. Het feit dat hij net uit de wasmachine komt en ik neem aan mijn handdoeken nog wel kletsnat zijn. Ja, die zijn wel wat stuk natter. Betekent natuurlijk wel ook dat hij het vocht gewoon heel erg goed opneemt. De subliner heb ik dus nu een paar keer getest. Ja, hij doet zijn werk. En ja, hij is heel erg makkelijk schoon te maken. Ook zowel met deze. Dus het zijn dus twee producten in één. Dit is echt prima. Je hebt geen dure nodig. Die van de Action is exact hetzelfde. Dus je kan gewoon die kopen. En de subliner, ik zal hem zelf denk ik niet tot nauwelijks gebruiken. Maar ik kreeg natuurlijk de vraag van mensen om me heen. Van oké, grappig product. Maar in wat voor situaties is deze de bedoeling? Nou, ik zie het zelf voor twee verschillende situaties. Bijvoorbeeld, je hebt een nieuw dekje gekocht, maar je weet nog niet zeker of je hem wil houden. Of je bent heel erg netjes op je dekjes en je wil ze heel schoon houden. Ik ken ook iemand, vriendin van mij, die koopt regelmatig nieuwe dekjes. Die rijdt er dan 2-3 keer mee en die verkoopt ze weer. Dat is een beetje haar ding. Hiermee kan je ze natuurlijk wel echt veel schoner houden dan dat je er zonder mee rijdt. Hij is dus wat aan de kleine kant. Ik dacht dat ze ook wel bezig waren met nieuwe
maten, ook een springvariant. Dus als jij een wat groter dekje hebt, dan is die sowieso aan de zijkant alsnog vies. Maar goed, als je hem dan heel erg consequent met deze daarna schoonhoudt, dan valt het allemaal nog wel mee. En wat ik ook bedacht wat misschien handig is voor fotografen. Ik weet dat heel veel fotografen die veel sportfotografie doen bij de paarden, ook setjes aanbieden. En dan is het misschien wel zo hygiënisch als je elke keer deze eronder hebt liggen. Als je dus weer zo'n setje bij een ander paard gebruikt. Dan hoef je niet de hele tijd die dekjes te wassen. Hoef je alleen deze hele tijd te wassen. En dat is misschien qua hygiëne ook wel een voordeel. Dus hij doet zijn werk. Maar ja, je moet wel denk ik een reden hebben om hem echt te gebruiken. Volgens mij is hij in aanschaf niet mega prijzig. Dus daar hoef je niet heel erg over na te denken. Hij doet wat hij hoort te doen. Dus in mijn optiek geslaagd. Het tweede product wat ik voor jullie ga testen is de Flynip Flytrap. Het is een vliegenval. Knock off pest control. Ik had deze voor het eerst gezien bij Equitinus op haar Instagram. Iemand die ik ken en waar ik ook wel eens contact mee heb. En dit zou bij haar perfect werken. En ik zie hem steeds vaker voorbij komen dat hij hartstikke goed zou werken. Dus ik heb hem besteld bij Agradi meteen met 3 van die navuldingen. Ik zal even laten weten wat ik ervoor betaald heb. Voor de vliegenval betaal je €14,24. En voor de refill betaal je €9,49. Dus met btw erbij en verzending betaalde ik €28,72. Ik ben zeer benieuwd, want wij hebben op het moment superveel vliegen hier. De zwaluwen pakken die helaas niet of niet genoeg mee. En de paarden hebben er echt wel een beetje last van. Dus ik wilde eigenlijk iets nog extra's doen buiten dat ze gewoon al vliegen netje op hebben. Ik heb ze liever niet in de dekens met die warme temperaturen. Dus ik wilde gewoon de vliegen gaan vangen. Ik hoop dat dat gaat werken en niet dat het een soort dweilen met de kraan open gaat worden. Je krijgt er wel al zo'n oranje ding bij. Dus ik had niet meteen de refills moeten kopen. Maar omdat ik had gezien dat hij echt heel goed werkte, dacht ik, ik ga het gewoon proberen. Dus even kijken wat verder de instructies zijn in het Engels, Duits en ja, Nederlands en Frans. Oké. Groot uitgevoerde vliegenval met het onweerstaanbare lokmiddel Flynip voor buitenshuisgebruik. Vangt kamer, stal en vleesvliegen. Door gebruik te maken van het allerbeste gifvrije lokmiddel heeft deze vliegenval superieure vangstresultaten. Gifvrij. De vliegenval is voorzien van een afsluitbare deksel. Zeer handig wanneer de val niet in gebruik is of wanneer de kenmerker de geur even niet gewenst is. De knock-off Flynip vliegenval is gemaakt voor meermaals gebruikt. Gebruiksaanwijzing: verwijder de deksel. Nou, die was al los. Vul de val met 1 liter lauw/warm water. Dat staat gelijk aan ongeveer de helft van het reservoir. Oké, dus dan moet ik even voor naar binnen lopen. Monteer de deksel en draai de deksel open. Oké. Ik ga hem wel eerst even met water vullen voordat ik het daarna niet meer open ga krijgen ofzo. Oké, ik heb hem gevuld. Dan gaan we even terug naar de instructies. Vul hem dan dus met water. Monteer de deksel en draai de deksel open zodat de invliegopening zichtbaar worden. Moet ik niet eerst dat spul erin gooien? En dan staat, want dan staat er namelijk: hang of zet de val op een strategische plek. Wanneer de val vol is, de inhoud afvoeren via het gewone huiszuil. Er staat nergens bij wanneer ik dat spul erin moet doen en hoe ik dat erin moet doen. Moet ik, los het namelijk gewoon op in warm water of moet ik het openmaken? Ik vind dit niet duidelijk. Dit is een minpuntje, jongens. Ook al zou het goed werken, het mag er wel iets duidelijker op staan. Ik verwacht niet dat dit gaat smelten eigenlijk. Oh, eeuw. Gadver, jawel, dat doet het wel. Ah, denk ik. Want er zit nu allemaal oranje spul aan mijn hand. Oké, ik denk het wel. Dan gaan we deze monteren. Hoe moeilijk is het om gewoon op dat ding schrijven: gooi de capsule erin zonder hem te openen? Monteer de deksel en draai de deksel open, zodat de invliegopeningen zichtbaar worden. Ja, en hoe doe ik dat? Oké. Oh, dat is helemaal niet hoog eigenlijk. Kijk, er passen hier wel vliegen in. Maar op die tekening ziet het eruit alsof die veel... Zien jullie dat? Veel verder open staat. Ik zie het niet goed, omdat dit begint te beslaan. Maar volgens mij kan die niet verder dan dit. Dus we houden het gewoon eventjes zo. En dan ga ik die van Equitinus even een berichtje sturen, Leontine. Of... Water, het komt er wel af. Het is wel aan het smelten. Hang of zet de val op een strategische plek in de zon uit de wind. Wanneer de val is inhoud afvoer, via het gewone
huisvuil. Oké, ik had eigenlijk het idee om hem dus bij de slow feeders op te hangen. Omdat de paarden daar het meeste staan. Dan hangt hij dus half in de zon en hangt hij wel vol gas in de wind. Ik weet niet of dat nou heel erg is eigenlijk. Verder staat er nog bij toepassingen rond de woning, boerderijen, stallen, afvalcontainers, kennels, tuinen, parken, horeca, terrassen, campings, recreatieparken, zwembaden en sportparken. Vangstcapaciteit 20.000 vliegen. Dat is best wel veel. Dus ik ga hem ophangen. Ik heb Leontine even gevraagd of dat ding uit zichzelf oplost of niet. Moet ik even kijken hoe ik hem ga ophangen trouwens. Want het ziet er ook wel weer niet... Kijk, ik wil hem graag bij de paarden ophangen, hè. Dus hij moet misschien tegen een stootje kunnen. Dat ziet hij er niet uit alsof hij dat zou moeten kunnen. Maar ik wil hem graag bij de paarden ophangen. Dus als je hem gewoon op een veilige plek zet, dan moet hij dat natuurlijk allemaal prima kunnen. Dus ik wil hem graag eigenlijk aan de slow feederbak hangen. Maar dan moet ik er even een ringetje in doen. Ik vind dat wel een beetje een dingetje. Misschien moet ik hem gewoon ergens neerzetten daar zo. Want anders dan hang ik hem op en dan gaan die paarden ermee spelen. En dan breekt hij en dan valt alles eruit. Dat is ook weer zonde eigenlijk. Hoi zusje. Oké, ik wil hem eigenlijk misschien hier ergens ophangen. Ophangen of neerzetten. Want in de inloop stak ik er eigenlijk op de plekken waar ze natuurlijk veel staan te eten. Want daar staan ze veel. Dat zou wel chill zijn voor ze. Maar waar ik hier zou doen, dat weet ik niet. En anders dacht ik dat ik hem hier zo in een schroefje maak. Jullie zien het volgens mij niet. Oh ja, zo zie je het beter. Daar ergens een schroefje in maak. Of een haakje. En dat ik hem dan daar aanhang. Dat hij dus gewoon... zo daar komt te hangen. Want op zich dan hangt hij boven het draad. Dus de paarden zullen er niet heel snel onder gaan staan. Maar ze kunnen natuurlijk wel even gaan neuzen. Van, oh, wat is dat? Ja, het is gifvrij, zeggen ze. Dus het is niet zo heel erg, denk ik, als hij in de buurt van die paarden hangt. Maar of het zeg maar handig is als het een beetje aan het waaien is. Dat dat ding dan zo alle kanten op gaat. Ik weet ook weer niet hoe stevig dat is. Maar ja, dat is misschien ook alweer één ding om achter te komen. Ja, ik kan hem natuurlijk ook gewoon hier ergens neerzetten. Maar dat is denk ik ook weer niet. Want dan gaan er misschien een beetje vanaf de grond in. Dat is ook... niet wat je wil. Eigenlijk zou je het mooiste moet je hem gewoon hier opzetten. Maar ja, dat is natuurlijk al... dat is echt vragen om problemen gewoon. Oh, daar ging wel een beest in volgens mij. Er komt wel... Kijk, ik denk dat het inderdaad... dat je hem niet hoeft te breken, want hij lost echt op. Zie je dat? Er komen nu allemaal spullen in vrij. En daar zie je, denk ik... Ik weet niet of jullie dat goed zien. Kijk, hij begint echt te barsten. Dus dat klopt denk ik dan wel. Het ding is alleen, als ik binnen een paar dagen verschil wil merken, moet ik hem eigenlijk hier hangen. Want die andere is leeg. En ik wil eigenlijk eerst dat ze deze opeten voordat ik die andere weer ga vullen. Maar wat vind jij ervan, Ash? Wat vinden we ervan? Ruikt het apart? Ja, ik vind het een beetje spannend eigenlijk. Maar ja, als het goed is, moet het gewoon kunnen. Als ik dat hier zou ophangen, zou jij dat dan eng vinden? Een beetje, maar goed, daar kan hij ook wel weer aan wennen natuurlijk. Maar zou je er vanaf blijven? Of niet? Dan ruikt dat gek, hè? Ik heb zelf nog niet aan geroken eigenlijk. Oh, je bent al heel schattig zo. Gekkie. Ik weet niet of ik dit vertrouw, jongens, als ik dit hier ga ophangen. Soms gaan die paarden er alleen maar aan zitten. Oh, kijk, zie je? Dan gebeurt er dus dit. Het zou echt heel schattig. Wat ik ook zou kunnen doen is hem misschien aan het draad hangen. Nee, dat is te zwaar denk ik. Dan gaat heel dat draad straks slap hangen. Dat is ook weer zonde. Ik vertrouw het niet om het bij de paarden te gaan zitten. Ik kan hem ook aan een boomtak hangen misschien. Wat vind jij ervan? Nou, vliegjes, ga er maar in. Ga er maar in. Van die neusjes af en hierin alsjeblieft. Nou, Mar heeft er niet zoveel van. Wat vind jij ervan, zus? Knotje is helemaal geïnspireerd door dat ding. Oeh, wat is dat dan, zusje? Ja. Oh, je gaat er ook van vliegen. Oké. Nou, we gaan het even ergens neerzetten waar die paarden er niet bij kunnen. Oké, dit is mijn oplossing geworden. En ik ben er best tevreden over als het werkt. Ik heb een oogje hierin gedraaid. Best wel grote. Groter dan dat ik normaal doe. En dan gewoon een clipje eraan. En dan hem opgehangen. Het gaat net. Kijk, ze zitten net boven. Ze kunnen de paarden er niet bij. Want ja, als ze kunnen, kan het wel. Maar ik mag toch aannemen dat hij wel een beetje tegen een stootje kan. Ik hoop gewoon dat ze hem op een gegeven moment niet meer interessant vinden. Zit hij toch dichtbij de paarden. En hangt hij toch. Dus ik hoop dat dit
ja, iets gaat zijn. En Leontine van Equitinus die zei dus dat inderdaad dat je gewoon die capsule zo erin moet doen. Want door het warme water lost hij dus op. Dus absoluut niet zelf openmaken. Dus het zal denk ik wel eventjes duren voordat hij echt helemaal goed opgelost is. Maar ik zal even elke dag denk ik misschien een foto maken. Om te kijken nou, hoeveel vliegen er op een dag in zitten. Ik heb wel ergens gelezen dat het een paar dagen duurt voordat de eerste vliegen erin komen. Dus we gaan het zien. Het is een paar weken verder. En ik kan zeggen jongens dat het mega geslaagd is. Ik heb hem ondertussen hier opgehangen. Want bij het hooihuisje, ja, ze hebben wel echt gelijk dat er flink wat stank vanaf komt. Dus ik dacht misschien is het dan niet fijn om echt naast het voer te hangen. Dus ik heb deze hier zo hangen. En dit is dus de vangst van een paar weken dat ding. Gadverdamme, het is zo ranzig. Oh, hallo. Ja, jullie vinden het allemaal maar interessant. Ja, daarom hang ik hem aan de andere kant van de paal. Dus ja, het heeft inderdaad een paar dagen geduurd. Het ging op zich wel, elke dag kwam er wel wat bij hoor. Maar pas na een paar dagen kwam er echt veel bij op een dag. Dus dit is nu de vangst sinds dat het er, er hangt. Dus ik zal even bijzetten met hoeveel weken dat is. Volgens mij is dat 2, 3, 4 weken of zoiets. En het is best wel ranzig, want je ziet dus gewoon die levende vliegen over de dode vliegen heen lopen. Dus ja, oké. Okay. Er zit hier iemand mee op te eten. Maar dat gaat heel goed, hè, want we doen geen bijtjes meer. Nee, we doen geen bijtjes meer. Dus daar zijn we heel trots op. Ja, ja. Lekker ding. Maar ik ben dus zo blij met de vliegenval. Ja, of het echt vliegen tegenhoudt. Kijk, als je bijvoorbeeld de paarden op stal hebt, is het denk ik anders. Hier buiten is het denk ik een beetje dweilen met de kraan open. Maar goed, elke vlieg die daarin zit, zit in ieder geval niet meer rondom mijn paarden. Ik heb er dus nu ook eentje hier opgehangen. Ik vind het lastig waar ik er dus moet ophangen. Want hier eten ze natuurlijk voornamelijk. Maar daarachter, daar staan ze te slapen. Maar ja, moet ik dan in het zicht van mijn buren of van iedereen die er langskomt die dingen gaan hangen. Dus daar loop ik een beetje tegenaan. Dus ik heb er nu hier één hangen. Nou, dat is dan die oude. En ik zit zelf ook een beetje, want bijvoorbeeld hier ergens zou ook een goede plek zijn. Maar ik doe natuurlijk heel veel met foto en film. En dan vind ik het best wel lelijk als dat ding heel de tijd midden in beeld is. Dus ik heb ook eentje in de inloopstal gedaan. Die heb ik hier gehangen, want hier komt in theorie toch geen paard. Ja, hier ligt af en toe wat eten in, maar niet dagelijks. Dus ik heb hem daar opgehangen. Ik zat een beetje te twijfelen om hem anders hier op te hangen. Hier zo. Maar ja, dan kunnen de paarden er in theorie bij. Kijk, daar ook als ze heel goed hun best doen. Maar meestal vinden ze het op een gegeven moment toch niet meer interessant. En dan heb ik er ook eentje nog buiten. Ja, alles is natuurlijk buiten. Maar ik bedoel meer een soort van buiten de omheining. Hier bij de mesthoop heb ik er eentje staan. Oh, mijn statief is omgevallen. Ja, in theorie mag een vlieg best op de mesthoop zitten natuurlijk. Maar ik was wel benieuwd wat het hier ging doen. En ik weet eigenlijk gewoon niet zo goed waar ik hem anders moet hangen. Want ja, ik weet gewoon niet wat ik fijn vind. Van, wil ik hem juist dicht bij de paarden in de buurt? Of wil ik het juist wat verder weg van de paarden? Wil ik het echt verspreid hebben over heel de trek? Maar ja, dan komen er ook vliegen die mijn paarden niet lastig vallen misschien er naartoe. Het gaat natuurlijk echt om de vliegen die mijn paarden lastig vallen. Maar wat ik zeg, volgens mij is het een beetje als je ze wel echt buiten ophangt, dweilen met de kraan open. Maar ze werken. Ze doen in ieder geval wel echt hun werk. Dus ik ben er tevreden over en ik heb er dus nu in totaal 4 hangen. De flight traps. Misschien voor heel veel mensen zoiets van, Vlien, had je dit niet in de zomer ons kunnen laten weten? Want nu in november, bijna december, of als jullie dit kijken is het december, zijn er als het goed is geen vliegen meer. Nee, dat klopt. Dus dat vond ik ook een beetje jammer. Ik had ook in eerste instantie de bedoeling om hem van de zomer online te zetten. Maar goed, nee, dat weten jullie hoe dat gaat. Ik heb hier een paar van die dingen. Ik ga echt een beetje proberen mijn adem in te houden, want het stinkt enorm. Ik heb er in totaal 4 eentjes verdwenen. Ik heb hier dus 3. Dit is de eerste die ik heb opgehangen. Daar zit er dus heel veel in. Dit was de tweede die ik buiten had opgehangen. Daar zitten er niet zoveel in. En dit was de derde. Die had ik binnen opgehangen. En daar zit ook gewoon nog steeds vloeistof in. En dan zie je toch wel het verschil met die buiten hangen. Dus als daar natuurlijk de zon op staat, dan verdampt dat ook sneller. Versus die binnen hangen. Dus aan de ene kant denk ik, nou, je kan hem beter in de schaduw ophangen. Aan de andere kant zag ik dus dat in de inloopstal gingen er bijna geen vliegen in. En buiten wel. Kijk, als je hem echt buiten ophangt, elke vlieg is mooi meegenomen, maar het is natuurlijk een beetje dweilen met de kraan open. Ik heb wel iemand die hem dus bij haar stallen heeft hangen.
En dat het daar wel echt heel erg helpt. En dat hij binnen no time vol zit. En dan moet je hem eigenlijk ook wel weer op tijd legen. Want dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Ik heb hem alleen zo gehouden. Dan hang ik er gewoon meer op. Maar eigenlijk moet je hem natuurlijk als hij vol is of als die vloeistof op is gewoon legen. En dan weer nieuwe vloeistof erin doen. Dus hij werkt absoluut. Hij werkt heel erg goed. Maar of het zin heeft om er meerdere op te hangen, dat betwijfel ik dus een beetje. Maar hij heeft mega veel vliegen gevangen in echt een hele korte tijd. Dus ook deze krijgt van mij een duimpje omhoog. En dan als laatste item, of het product dat ik getest heb, de Quick Knot. Deze wordt al best wel veel getest online. En ook veel vriendinnen van mij die hebben hem. Dus ik ging ervan uit dat hij dan wel gewoon echt werkt. Je moet er wel eventjes handig in worden. Toen ik dus hem de eerste keer bij Nacho omdeed, had ik een fotoshoot, had ik veel te grote knotjes gemaakt. Waardoor eigenlijk elke stap die hij zette, viel er weer een knotje uit. Kon ik alsnog alles met naald en draad doen. Waardoor het mega lelijk was geworden. En toen had ik zoiets, ja, het kan gewoon niet bij Nacho. Zijn manen zijn te dik of er is iets anders. En toen zei een vriendin van mij, nou ja, vriendin van mij heeft ook hele dikke manen. En bij mij lukt het wel gewoon, dus misschien doe jij wat fout. Dus nu heb ik gewoon steeds kleinere vlechtjes gemaakt. Kijk, voorheen deed ik echt iets van 8 vlechtjes. En daar maakte ik knotjes van met naald en draad. Nu deed ik er bijvoorbeeld 12. Waardoor dus de vlechtjes kleiner worden en dan blijven ze wel zitten. Ik heb vlechtjes gemaakt en daarvan heb ik het laatste stukje dus omgeslagen. Ik ga hem dan nog een keer omslaan. Dan blijf jij eventjes staan. Nachi. Steek hem vanaf de bovenkant er doorheen. En vouw ik hem daarna om en dan zit hij. Kind kan de was doen, hè? Ja. Kind kan de was doen. Ik ben nog veel langer... Hallo, even, kom eens even hier. Ik kan heel even stilstaan. Ik ben nog veel langer bezig geweest met de vlechtjes dan met uiteindelijk de knotjes maken. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind ze niet altijd even echt mooi of zo. Soms gaat ze wel een beetje scheef. Wellicht is dat een beetje handigheid krijgen. Maar ja, ik moet zeggen, ik vind het voor een B-proefje, ook al zijn het selecties, vind ik het ook niet echt boeiend genoeg. Als ik echt kampioenschap of zo zou moeten rijden, dan denk ik, nou, laat ik ze dan helemaal perfect maken. Maar anders heb ik echt een hekel aan knotten om echt dan zo erg mijn best ervoor te gaan doen. Nou, en dan zitten ze allemaal. Kijk, je ziet ze wel zitten. Maar het valt allemaal wel mee. Op zich wel oké. Het is wel eens lelijker gebeurd, hè, jongen? Ja. Als er eventueel een keer een knotje tussen zit die wel wat groter is, deed ik er gewoon 2 of 3 in. Maar je hebt natuurlijk ook de XL variant van deze. Die heb ik niet, maar dat zou natuurlijk ook nog een goede zijn om die aan te schaffen. Je kan ze gewoon hergebruiken. Kijk, je ziet dat hier een knik in zit. En dat betekent dat ik hem dus een keer gebogen heb en dus weer teruggebogen. Dus je kan ze gewoon hergebruiken. Dus ja, ze werken. Je moet natuurlijk even voor je eigen paard uitvinden hoe en wat. Misschien bijvoorbeeld ook manen die echt net gewassen zijn. Die nog super zacht zijn, blijft het misschien ook wat minder in hangen. Het enige wat ik soms lastig vind is dat Nacho's manen zijn wit. Maar, of horen wit te zijn, maar zijn natuurlijk altijd een beetje wat geler. Deze dingen zijn wel echt wit, dus van boven zie je ze best wel goed zitten. Van opzij op zich niet. En ik denk de jury vanuit zijn juryhokje dat hij daar ook echt totaal niet naar kijkt. Allergrootste voordeel is dat het inderdaad veel sneller gaat. Ik ben echt veel sneller klaar met als ik eenmaal vlechtjes gemaakt heb om deze erin te zetten. Dan dat ik alles met naald en draad doe. Kijk, ik deed altijd alles met naald en draad, want ik maak altijd grote knotjes. Ik heb nooit geleerd om alleen maar knotjes te maken met elastiekjes. Vaak van die springknotjes, van die hele kleine knotjes, die kunnen wel met alleen elastiekjes. Maar ik hoef geen springknotjes te maken, misschien ooit in de toekomst, maar in ieder geval nu voorlopig niet. Waardoor ik eigenlijk alleen maar grote knotjes maak. En dat deed ik altijd met Marley ook met naald en draad, anders bleef het gewoon niet zitten. En daar was ik heel goed in, maar het nam wel veel tijd in beslag. En met dit ben ik echt wel veel sneller klaar. Ik heb er nu 2 wedstrijden mee gereden. En tijdens die fotoshoot de eerste keer dus bleef het niet zitten. Maar met de 2 wedstrijden daarna, waar ik dus wat meer de tijd genomen heb om wat kleinere vlechtjes te maken. Dus dan ben ik daar misschien iets langer tijd aan kwijt. Bleef het wel super goed zitten. Dus ik vind ze absoluut aan te raden. En ik ben ook benieuwd naar de XL variant. Het is dan natuurlijk eventjes een investering. Ze zijn wat duurder om te kopen dan dat je normaal gesproken naald en draad koopt. Maar als je ze gewoon goed behandelt en weer terug
buigt en gewoon weer netjes in het doosje doet, dan gaan ze meerdere keren mee. Dat was het voor deze keer. Ik heb dus deze 4 producten met jullie getest en ben dus eigenlijk over alle 4 de producten ook best wel enthousiast. Laat me zeker hieronder in de reacties weten met wat voor producten ik nog meer moet testen. En dan zal ik proberen om deel 3 hiervan niet een jaar te laten wachten, maar het een soort van regelmatig te doen. Hopelijk, het zou mooi zijn om het 1 keer in de maand te kunnen doen, maar het ligt heel erg aan de producten natuurlijk. Hoe lang hebben ze nodig om getest te kunnen worden, maar ook hoe duur zijn ze, want als ik een product moet testen en maar zelf moet aanschaffen en het kost echt €200 of zo, dan is dat natuurlijk net even wat onhandig. Maar laat in ieder geval hieronder in de reacties weten met wat voor producten jij graag getest wil zien. En dan zal ik ze lezen en kijken of ik ze mee kan nemen voor een van de volgende keren. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Doei doei!